YouTube! Welkom terug bij de tweede run van de tweede serie livestream van Let's Do Stream The Binding of Mario. We hebben net een vote gedaan en iedereen die vroeg random, dus we gaan gewoon weer een random runde doorheen gooien. En we komen uit op Cosmic Mario. Spannend. Oh boy, dit gaat vervelend worden. Oh boy, twee soul hearts. We beginnen wel met Fear Shot, dat is wel gunstig. Hoeveel afleveringen denk jij dat je nog gaat maken van Final Fantasy? Dat is moeilijk in te schatten. Ik denk zelf... Dat is een interessant gezicht. Ik denk zelf dat ik nog een week... Ja, twee weken misschien iets langer nog bezig ben met Final Fantasy. Dus... Nog word ik geraakt, hè. Nog word ik geraakt. Waar jullie daar? Het spel haat mij. Oké, nou. Bommetje erbij. Altijd gunstig. Ik zag daar een tinted rock of marked rock of hoe dat je hem ook wil noemen. Question mark blok. Waarom schiet ik niet gewoon door die blokken heen? Ik bedoel, serieus. Ik heb spectral tears. Die kunnen overal doorheen, hè. Dat is altijd gunstig. Eventjes deze opblazen. Poink! Komt dat van Mario Maker ook op YouTube? Mario Maker staat al op YouTube. Maar tot ik het level haal, daar denk ik dat ik daar een speciale video voor maak. Dus ik denk niet dat ik dat stukje wat ik dan ga livestreamen, omdat er al een delay in zit tussen mijn audiocommentaar en wat ik doe. In verband met dat ik de setup daar nog niet goed voor heb staan. Want livestreamen, er zit altijd dan een kleine delay in. En dan moet je dan weer recht trekken en alles. Dus moet je altijd rekening mee houden. Dus ja, ik denk dat ik dat stukje van de livestream niet neer ga zetten op YouTube totdat de livestream exclusive voor nu is. Het komt nog wel een keertje op YouTube, want ja, dat level dat laat ik gewoon lekker staan. Dus, want ja, het was mijn eerste level met de eerste resources die ik had. Dus ja, dat is eigenlijk wel leuk om die te bewaren, dus... Kan ik jouw naam zeggen? Want niemand kan het juist zeggen. Misschien jij wel. One is Shunch Queen. Ik hoop dat ik het goed zei. Anders schaam ik me nou helemaal suf. Ik heb mijn best gedaan. Yo, ben er weer. Moest refreshen. Ja, dat kan gebeuren. Er zat daar een gesloten kistje net bij die eerste kamer. Ik wilde eigenlijk toch wel naartoe. Nou, dan moet ik weer door die... Oh boy. Oh boy. Ik haat deze kamers zo erg, hè. Deze kamers die zijn gewoon zo gemeen. Nee, ik zei het niet goed. Oh. Ik heb echt geen flauw idee hoe je het anders uit moet spreken. Wannes Hanskin. Oh, Wannes. Ja, Oh, Wannes Hanskin. Oh. Wannes Hanskin. Oké. Wannes Hanskin. En hoe ben je eigenlijk op die naam gekomen eigenlijk? Is dat je eigen naam? Is dat een naam waar je op gekomen bent bij Twitch? Of... Anders, als dat je eigen naam is, dan zou ik het met spaties doen. Misschien dat er dan minder fouten worden gemaakt met het uitspreken van de naam. Dus. Twee of hearts. Daar heb ik helemaal niks aan. Waarom verspeel ik daar een bom aan? Oh mijn god. Ga heen. Oh boy. Ik wil alles. Nou ja, gelukkig kunnen we deze in één hit neerschieten. Volgens mij is dit een beetje hetzelfde als Blue Baby in de normale Isaac versie. En op het moment dat je zeg maar... ja, dadelijk health up bijvoorbeeld pakt... Zou dat automatisch blauwe hartjes zijn. Dus tenminste, dat denk ik wel. Oh nee, niet King Boo. Oh god, nee. Nee, 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 nee. Wil jij niet zo spastisch gaan lopen doen? Oh mijn god, je bent al moeilijk genoeg. Oh boy, je gaat brimstone, hè. Niet doen, slecht plan, niet doen. Ik zei nog, niet doen, slecht plan, toch doen, hè. Nooit naar mij luisteren, tuurlijk niet. De naam met spaties was al bezet. Oh, op zo'n manier. Oké. Okay. Ik doe heel even concentreren, jongens, want ik haat deze baas. Oké, we hebben verslagen. Magic Mush! Ja, alle health-ups die zullen dus zeg maar inderdaad
Soul Hearts worden. Dus het is een beetje hetzelfde als Blue Baby. Oh, dat kan lastig worden. Nou ja, Magic Mushy geeft in ieder geval ook een enorme damage boost. Dus dat is wel gunstig. Weer wat monies. Jou blazen we even op. Jou blazen we even op. En misschien kan ik daar een goede trinket uit krijgen. Tenminste, dat hoop ik wel. 25 muntjes? Oké, laten we er 10 in stoppen. Meet strangers without prejudice. Trust good people. Dat is op zich wel een interessante. Daar kunnen we Tanuki mee worden. Weet je wel? Ik pak hem gewoon. We gaan hem gewoon pakken. Dan zorg ik ervoor dat alle kistjes rode kistjes gaan worden. Wat is mijn lievelingseten? Ik heb niet echt zo'n specifiek lievelingseten. Ik ben eigenlijk best wel makkelijk mee eten, dus... Oh, trollbom. Oh boy. Oh boy. Niet slim, niet slim, niet slim, niet slim. Waarom ben ik hier naar binnen gegaan? Ik schiet jullie helemaal neer. Ik wil Mario Maker. Ik ben jaloers. Niet genoeg geld. Niet zo vervelend om te horen. Ik ben er weer. Wat heb ik gemist? Niet veel. We hebben Magic Mushroom pakken gekregen en we hebben King Boo verslagen. En we hebben Virgo, dus we voelen ons nou protected. Shield effect and hit, bad pills become good. Oké, nice. Dat is wel gunstig. Dus pillen zijn nou eigenlijk heel erg gunstig. Oh, pas erop, hè. Ik zie alles. We hebben nog geen sleutel, dat is wel het vervelende. En volgens mij geven rode kistjes niet echt vaak sleutels, dus... Wat is dit? Purity! Hebben we een curse? Nee. Nou, dan hou ik die toch even bij me, want die... Two hearts, die kunnen we niet echt goed gebruiken. Hallo. Ja, ik heb een bom. Boom. Soul heart. Nice. Die gaan we daar ook wel nodig hebben als we devil deals erin gaan gooien. Dus, oké, dan gaan we hier... Oh, nee, dat doen we maar niet. Dat doen we maar niet. Dat is geen goed idee. Even met de klok mee dan maar. Weer hier, even kijken. Nee, de reden waarom ik een sleutel wil hebben is, ik wil eigenlijk naar de shop toe. Tenzij dat hier de secret room zit. Nee. Dammit. Ja, een heel mooi strikje, ik weet het. Ik sta bekend om een strikje. En we hadden er net ook weer een paar volgers bij. Het enige nadeel is, dat was dus zeg maar tijdens de break. Dus, ja, nogmaals bedankt voor het volgen. En ja, sorry dat dat nou niet op de camera staat. En, oh, hallo! Wat zie jij er toch beeldschoon uit vandaag? Wat is dit? Yumheart. Daar heb je toch niks aan? Daar heb je niks aan? Hallo, ik heb geen hartjes die ik kan vullen. Waarom geef jij me dit spel? Oh, we kunnen dan naar de camera naar beneden toe. Auw. We kunnen dan naar de camera naar beneden, waarom ook niet? Hallo. Echt, dit spel is zo vriendelijk. Het geeft je allemaal dingen die je niet nodig hebt. Zelfs als boeren, zeker. Oh, boy. Wij hebben hier... Wil ik? Oh, dat neemt al mijn soulhearts ook gelijk mee. Maar ik hoor normaal gesproken de soulhearts te houden. Als ik dit had geweten, had ik het nooit gekozen. Nou ja, we hebben 9 levens. Oh, boy. Dit was niet zo'n slim idee. En Luigi Player, bedankt voor het... Wacht eens eventjes. Hij volgde mij volgens mij al. Je bent van België. Ah, dat is gezellig. Ik hoop dat jullie het beter weer hebben als wij. Hier is het nou nogal een beetje deprimerend. Een beetje regen, een beetje bewolking. Een beetje saai. Een beetje van alles, een beetje van magie. En een beetje wiggler, power. Hallo. Kun je even stilstaan? Nog een rode. Oeh, nog een guppy. Nice. Ikzelf ben een Brabander. Oh, nee, 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 nee. Oh, Yumheart werkt hier niet op. Oh, dit was niet slim om die te pakken. Fox Games 17, bedankt voor het volgen. Die zijn awesome. Oh, ik ga dit zo niet overleven. Hallo. Oh, nee, zeker niet tegen jullie. Blijf op afstand. Laat me met rust. Ik wil niet met je knuffelen. Je bent eng. Je bent een bully. Bully, bully. Och, wat was dat ook alweer? Dat was dat sneeuwpopje volgens mij. Ja, alsjeblieft. Oké, okay, eentjes heen. Oh, als ik dit overleef, jongens. Dan ben ik trots. Oké, okay, we hebben het overleefd. Evil up. En een trollbom. Hou ik niet van. Oké, okay, nou. Wat heb jij?
Oh, die wou ik niet pakken. Hoe heb ik die gratis kunnen pakken? Ik had een half hartje, twee soul hearts en... Heb ik nou een glitch gedaan of zo? Nou ja, ik heb hem toch. Prima. 199 volgers alweer. Zo, dat gaat hard. Zo. Nou, ze komen hier vanuit overal. Oeh, pillen. Look up. Nou, dat is altijd gunstig. Nog een keer. Oh. Afstand houden, hè. Paas erop. Ik heb die purity echt nodig, want ik ben bang dat ik binnenkort dadelijk gewoon ergens een curse ga krijgen waar ik gewoon een hekel aan heb. Heb je hier toevallig al een curse? Nee. Nou ja, geen curse is goed nieuws. De volgende let's play is Minecraft Survival, of vergis ik mij? Ja, want we gaan... Dat is niet echt een let's play, dat is een special. Die komen alleen in het weekend en het is een hardcore serie. Dus ga ik bijvoorbeeld als eerste dood, dan is het een serie waar ik niet meer in zit. Bij wijze van spreken, dus... Dankjewel. Nou, we hebben hier heel Nederland en België ondertussen zitten. Hartstikke gezellig. Ik vind het super gezellig dat jullie zo je zaterdagavond met mij willen delen. Oké, nou, kunnen wij nog een sleutel vinden? Want echt serieus. Ja, ik weet het. Ik was te vroeg, maar... Lekker belangrijk. Ik wil sleutels! Wat is dat? Dat is de verkeerde item multiplier. Ik wil sleutels! Misschien kan ik de... Nee, want daar zit ook geen secret room. Oh. Tuurlijk! Wie zou het niet willen? Wie zou wat willen? Ik weet niet. Volgers? Ligt eraan wat voor volgers. Ik bedoel, jullie zijn geweldige volgers, maar je kunt ook trollvolgers hebben, of haatvolgers, of stalkvolgers. En jullie zijn gewoon geweldige volgers. Sleutel! Spel me wel echt geen sleutels geven. Dan moet ik mijn eigen voor opofferen. Ja, ik heb wel bommen genoeg. Als ik nog één guppy item nodig heb, dan heb ik die rode kistjes niet meer nodig. En dan kan ik de item gewoon droppen. Geef me een guppy item. Ik krijg nog niet eens soul hearts of iets, hè. Sleutel. Sleutel, sleutel. Oké, jongens, ik moet jullie hulp hierbij nou even invragen. Zal ik nou eerst naar de shop toe gaan? Zal ik nou eerst eventjes naar een shop toe gaan om te kijken of we daar een sleutel kunnen kopen en misschien een item? Of zal ik gewoon naar de item gaan omdat we daar zeker weten dat we een item kunnen vinden, maar we weten niet zeker of het een goede item zal worden? Ik heb even daar heel jullie hulp nodig, maar we hebben maar één sleutel. Dus we moeten hier heel zorgvuldig mee verder mee gaan. En ik sta ervan te kijken dat ik nog steeds niet geraakt word en dan heb ik mijn mond open gedaan. Zo, je ziet dat ik dadelijk in één keer geraakt word door een spin of weet ik van wat is. Oh, en ZP, heb je gezien dat Marktplaats... Ja, dat heb ik gezien. Shop! Oké, maar ik heb al een tweede sleutel gevonden, maar toch bedankt. Wij gaan als eerste naar de shop. Kijk of je een goede keuze hebt gemaakt. Heel belangrijk. Kijk of we een goede... Kijk. Ze hadden geen sleutel. Dat maakt niet uit. Een extra trinketruimte heb ik nog niet nodig. Maar aangezien dat wij goede pillen nu hebben... laten we even kijken. Waar hebben we? Speed up. Speed up. Lemon party. Die is op zich wel handig. Ja, purity. Weet je waar? We nemen gewoon Lemon Party met ons mee. Oké, we hebben hier. Scroll of randomness. Wat er gebeurt is een mystery. Oké. Waarom ook niet? Dag Zeepje en iedereen. Dag Jan Barend. Het is gezellig vandaag, jongens. Echt leuk dat iedereen er is. En deze run die gaat... Met zijn ups en downs. Hij gaat decent, zullen we maar zeggen. Oh boy. Oh, dat was random teleportatie. Dat was zinloos. Nou, deze item die heeft dus gewoon... Die doet iets randoms. Wow, niet op mij schieten, niet op mij schieten. Niet... Oh, niet meer raken, niet meer raken. Ik heb een protectieschild. Haha. Jammer, jongens. Oké, nou. De husk.
daar werkt Lemon Party niet tegen. Daar baal ik wel van. Nou ja, we hebben hem bijna verslagen al. Even uitkijken. Ho. Steers Up en Soul Hearts. Dat is altijd gunstig. Mag ik vragen hoe oud? Hoe oud wie? Wat? Waar? Wanneer en hoe? Hier kan ik echt geen nee tegen zeggen. En ik denk dat ik het leven op ga offeren. Nou ja, eigenlijk, is dat de necromancer? Ja, dat is de necromancer. Ik ga een leven opofferen, jongens. Ik moest wel. Ik bedoel, Isaac, dubbele pick-ups, hartstikke geweldig. Darkbomb die van hartjes leven, voor ons leven hartjes maakt, dat is alleen maar gunstig. Dus ja, ik ben wel tevreden met deze devil deal. Dus, ik gok 28. Dan zit je er niet ver naast. Ik ben 27, bijna 28. Want ik weet waarom dat jij 28 gokt, omdat jij weet dat ik 8 jaar op YouTube zit. Oh. Dankjewel, spel. Tot ik mezelf opblaas. Wat voor curse was dat nou? Geen. Oké. Geen power-ups. Damn. We hebben nog steeds geen sleutels. Maar ja, als we nou sleutels tegenkomen, dan weten we tenminste zeker dat we dubbele sleutels krijgen. Dus, hop! Oké, we hebben nou 2 sleutels. Dus het werkt wel. Guppy item! Yes, we zijn Guppy! We kunnen vliegen! We kunnen vliegen! Oh boy. Dan hou ik deze nog maar even bij me gewoon. Want, ik bedoel, vliegen die komen nou automatisch. Of ja, geen Guppy, maar Tanuki. En nee, dat gaan wij niet doen. Oh, dat is zo... Ik haat dat beest. Ik haat dat beest. Zeker als het de champion versie is! Nou ja, we zijn in ieder geval Guppy. We hebben nog 8 levens. We kunnen dit. We kunnen dit, jongens. Dan hebben we trouwens die trinket hebben we niet meer nodig. Ze zijn al Guppy, dus echt rode kistjes hebben we dan niet echt meer nodig. Dubbele bonen. Dubbele lemon party. Dat is altijd gunstig. Kom op, jongens. Ik heb de kijkers beloofd dat we deze run zouden halen, hè. Dus, onze leger van vliegjes is het ermee eens. Echt, dat we kunnen vliegen is nou zo handig. Schmee. Oh boy. Oh, we gaan niet weer beginnen met dat 74, hè? Control tears. Dat kan wel handig zijn. Zeker als we nou dadelijk ergens in één keer brimstone te pakken gaan krijgen. Dan is dat helemaal mooi. Hallo, jeez. Waarom moeten ze mij allemaal zo achtervolgen? Dat is creepy. Zoals ik al zei, ik volg Markiplier. Dus ja, ik ken Five Nights at Freddy's. Darkbomb, kun je mij een plezier doen en mij nou eventjes een hartje geven? Dank je. Shop heeft nou geen nut, want we hebben bijna geen geld. Soulheart is altijd handig. Pak jij die eventjes nog op. Small Rock. Had ik die nog niet unlocked? Nou ja, Small Rock die zorgt voor een extra aanval. Dus die is alleen maar gunstig. Oké, nou. Wat ik hier ga doen is gewoon heel erg lekker campen. Niemand die mij lastig valt. En weer een devil deal. Oh boy. Krempen zeker. Nee, Guppy's hairball. Maar ja, we zijn ook Guppy, dus dat is niet waard. Wat is dit? Oh boy. Wat is dit? Oeh, goud kistje. Oeh, die wil ik zeker eentje meenemen. Misschien kan ik weer een schild krijgen. Nee, ik werd geraakt. Ik neem even risico's. Kom op, we hebben nou een schild, we hebben een schild. Kom op. Ik weet niet hoe lang dat het schild volhoudt. Kimpy, nice. En Pietro, dat is change. Ik ga hem opofferen. Oh, dat was niet slim.
Dat was niet slim. Ik dacht dat ik dat Soul Heartje ook voor een... Nou, maakt niet uit. Grotendeels wel. Grotendeels ken ik alle dingen wel uit mijn hoofd. Plus de item tracker, die geeft ook nog eens een keertje aan hoe dat sommige dingen werken. En ik vind het echt jammer dat ik die damage up niet heb gekregen. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Dus... En aan de andere kant, we hebben heel veel Soul Heart regenerations. Dus speed up, altijd handig. Wat is dit? Extra energy. Wat is dit? Laat mij niet op, hè. Bah! Oké. Oké, half achtje over. Heel voorzichtig. Want we gaan dit halen, jongens. Echt. Dat gaan we gewoon doen. Dat heb ik jullie beloofd. En dat gaan we nou ook doen. Ook. Heb jij een sol? Nee. Het is zinloos. Het zou fijn zijn als ik een andere item, zeg maar, kan krijgen voor mijn spatiebalk. Want deze die heeft me tot nu toe alleen nog maar opgeblazen. Hier. Hoppakee. Hartje. Pak hem. Geef me een soul heart. Dark heart, nog beter. Ga je Meat Boy nog afmaken? Ooit. Dus daar durf ik niet echt een antwoord op te geven. Namens dat ik het zo druk heb en dat ik heel erg veel verzoekjes heb gekregen die ik eigenlijk ook wel belangrijk vind dat ze nou binnenkort gedaan worden. Dus nee! Soul heart? Hadden we nou al een trinket? Nee. Nou ja, dan doen we het daar maar heel even mee. Nou, deze muziek die is nou op dit moment van Mario 64. Shot speed down en damage is up. Nou, dat is alleen maar gunstig, maar mijn tier is nou wel heel erg langzaam. Nou ja, misschien shot speed up of zo. Brimstoners! Nooit goed. We hebben weer genoeg geld. Wat is dit? 2 of spades. En nog een keer 2 of spades. Nog een dark heart erbij. Echt, ik weet nog niet hoeveel health dat we hebben. Dat is wel een nadeel. Hallo. Oh, hallo. Jij bent vervelend. Ah, ja, die vliegen die doen wel heel erg veel. Kun je al een hint van de volgende let's play geven? Nou, ik heb nog niet echt over een hint na zitten denken. Dus dan moet ik er echt eventjes nou over nadenken wat het gaat worden. Het is in 3D. Dat is een hint. Eigenlijk best wel een hele goede hint. Ik denk dat ik hem daarbij ga laten. Het is in 3D. Dan moeten jullie het maar mee doen. Het is in 3D. In 3D! Ping! Oké, nou. Mag ik jou gewoon zo blijven raken? Oh, we hebben jou verslagen. Mooi. Sticky Friend. Dat is wel gunstig, want dan hebben we een extra familiar die ons helpt. Nee, van Bowser's Battles in Mario 64 DS gehoord. Ja, ook. Hoe kun je de map zo uitvergroten? Ik druk zelf op mijn controller op select. Dus... Anders moet je gewoon heel eventjes bij je controls kijken. Oké, we hebben 2,5 hartje. Dat is het niet waard. Jongens, ik geef alleen maar de hint. Het is in 3D en voor de rest geef ik niks. Als alleen maar soul hearts voor mezelf. Ik heb soul hearts nodig. Ik heb de kijkers beloofd van YouTube. En jullie. Tot we dit zouden overleven. Dus... Oh, ik hoor een lachje. Ik hoor een gemeen lachje. Oh, snijkies. Nou, één ding is wel zeker. De damage die we doen is enorm. Dus nog een soul heart voor me? Nee? Gemeen. Oh. We doen in ieder geval wel goede damage. Dat is alleen maar gunstig. En ik denk dat ik eventjes wat geld ga doneren. Finny, ja, die is alleen maar gunstig. Extra soul heartje erbij. En even wat geld doneren. Kan niet veel, maar goed. Komt er een 3D counter? Nee. Dat is een enorme editwerk en de grap was echt alleen maar voor de Wind Waker in HD. Dus als er weer een nieuwe grap gaat komen, dan zal dat dan wel een idee hebben van wat voor grap dat wordt. Maar op dit moment heb ik daar nog even geen ideeën voor.
Oké, zijn we hier al bij de item room geweest? Nee, toch? Nee. Hoe lang zitten we er al? 22 minuten, oké. Gooi het aan, meneer. Melon die deed even in één keer splatoei! Ja, we hebben toch niet meer recht. Misschien kan ik Pretty Flies krijgen. Of de dollar. Dat ik gelijk maximaal een aantal muntjes heb. Dat is ook gunstig. Elke let's play heeft inderdaad zijn grap. En dat komt eigenlijk totaal uit het mouw geschud. Mario 64 had boter. Dus ja, nou, HD, hè, die had HD. Maar die was eigenlijk best wel... Die vond ik eigenlijk een beetje makkelijk, eerlijk gezegd, die grap. Ik bedoel, want het enige wat er anders was aan dat spel was dat hij in HD was. En ja, daar hield het ook mee op. I can see forever. I now know how to fly. I now live forever. En aan jou heb ik helemaal geen ene fluit. Boom! Het is wel mooi hoor, dat mijn teer bijna eigenlijk niet te zien is. Batterij, dat was toch van Mario Galaxy 2. En die hebben we toen ook nog een paar keer gehad in... hoe heet de andere nou? In Skyward Sword. Oké, dan moeten we hier naartoe lopen en dan krijgen we heel veel Soul Hearts. Twee Soul Hearts en twee spinnen. Kans dat jij een spin dropt door het klein te zijn. Nou ja, holy heart dan maar. We hebben nog steeds de item room niet. Wees dit. Wat is deze shizzle? Oh, hij bestuurt zich zo traag. Oh, hallo. Zijn we toch weer gezellig. Greed. Die kan eigenlijk best wel veel goede stuff geven. En aangezien dat we al op maximaal aantal geld zitten... kan die nou eigenlijk best wel heel gunstig zijn. Nemen hem. Oké, we hebben nog meer. Nee. Het is gewoon echt ondertussen gewoon een dead laser of zo die hier nou voorbij... Pakket de hartjes. Heb je iets voor me? Nee, tuurlijk niet, hè. Oh, jullie zijn gezellig vandaag, jongens. Echt, complimenten. Hartstikke gezellig. Er alleen een droge mond van, dus daar ik even... Want dan drink ik die eens op. Oh, dat is vervelend. Omhoog. Op naar de baas. Ah nee, de batterij van mijn Wii U is bijna leeg waar ik op kijk. Aha. Nou, dan doe je hem toch gewoon op de oplaaier. Oh, we hebben een pil gekregen. Over dat hij ergens is, joh. Oké, we hebben gewonnen, we hebben gewonnen. Ik ga voor de Polaroid, want ja, die heb ik nou unlocked, zoals ik had beloofd. En we kunnen weer een deal met de devil. De nail is handig, want die geeft ons heel veel goede shadow hearts. En volgens mij is dit als je damage krijgt. We pakken ze gewoon allebei. En de razor, nee, daar zit ik niet op te wachten. Want als ik nou dus zeg maar dit doe, dan krijgen wij dus zeg maar een shadow heart of een soul heart ervoor terug. Dus even een beetje misbruik van maken, kan geen kwaad. En dan word je ook gelijk evil en dan gaat je damage omhoog. Dus, oh, je zei, wat is je favoriete mythe van Mond of Survival, maar je mag er maar eentje. Nee, je mag er maar eentje inderdaad. Maar tot nu toe heb ik maar weinig inzendingen gekregen. Dus laten we het verhogen naar twee eventueel nog. Dus, maar goed, in ieder geval, we zijn de eerste levels al voorbij. Dus nu gaan we naar het moeilijke gebied. Oh, kijk nou toch eens. Het is Fawful. I have fury! Misschien kan ik nog wel leuke ideeën geven voor wat maps of zo. Geef me nog eens even een soul heart. Oh, snakejes! Bullet bills zijn snel. Die zijn nog sneller in de actuele Mario. Ik heb nog steeds geen leukste momentje van je Modern Survival. Alle files van Dutch Gaming Nation en Team Maestro gewoon high. Ja, maar dat was gewoon een doorlopende grap. Dus daar kan je niet echt een funny moment video van maken. Dus al moet ik wel zeggen dat heel veel mensen die Wimbleweb hadden gevraagd. Dus die zit er zeker in. Oh mijn god, ik word hier helemaal beschoten van hier tot mijn kinder. Dus, en ik kijk nog af en toe hier en daar nog wel eens een keertje of er inderdaad een nieuwe bij is gekomen. Want ik zit nog te kijken wanneer dat ik hem ga editen. Maar het probleem is...
hardcore serie gaat nu eerst even voor. Dus ik denk dat dat een 3000 subspecial gaat worden. Dus ligt eraan hoeveel tijd dat ik heb. Dus vergeet niet, ik heb een heel druk leventje. Darkbump, doe eens iets. Pak hem. Braaf. Oh, echt. Onze damage... Is die al max? Ja, onze damage is max. Ja, niet max, maar off the chart. Duivelsbeest van de toon. Oh, die moet je pakken. Pak hem. Kijk, 2 soul hearts. Daar kunnen we wel mee. Van bijna geen health naar full health. Vergeet niet, toen wij Guppy even pakte toen... Of Tanuki even pakte toen, dacht ik van het is afgelopen met ons. Maar we staan er nou eigenlijk best wel goed voor. Waar is dit? Justice. May your future become balanced. Die wil ik eigenlijk bewaren in een devil room. Oh nee, wacht eventjes. Justice, die geeft gewoon dit. Een muntje, een hartje. Geef van alles wat. Dus ik heb daar juist geraged en mijn iPad is bijna kapot. Ja, dat is niet echt handig. Doe Bowser's Inside Story een let's play van. Is niet mogelijk, want ik heb geen 3DS capture card of DS capture card. Dus die kan ik helaas niet doen. Partners in Time daarentegen heb ik nu op de Wii U. En op de Wii U kan ik weer wel opnemen. Dus... Welkom terug, Farhan. Oh, die Theo die is zo traag. Maar hij doet zoveel damage. En daardoor doet mijn vliegen ontiegelijk veel damage. En dat is eigenlijk alleen maar gunstig. Komt echt zo heel langzaam op en af. Oké, speed up. Nog een speed up. Hij is er wel blij om. Sparky. Dus, ja. Nou, kunnen we deze run compleet krijgen? Want op zich, qua damage zitten wij goed. En ik weet het, ik gebruik de Nail niet, maar dat heeft de reden. Want ik kan nog een extra damage boost daarvan krijgen. Oh boy. Oh boy. Wat raakte mij? Oh, die... Ja... Radioactive poo. Dat is wel eigenlijk een handige trinket als we in levensnood komen, maar... Echt levensnood hebben we niet. Loki! Nou ja, 2 keer de helft daarvan. Doe maar eventjes de Nail gebruiken, dan hebben we extra kracht en hij is al dood. En HP up. Niet echt nodig, maar goed. Mijn favoriete moment was Bird of Dark Player. Ja, die stond ook geloof ik ergens al in... De gerequeste funny moments. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ah, bommen. Die hebben we nodig. Oké, nou. Deze run die ziet er heel erg positief uit. Waar ga jij... Waar kom je? Oh. Echt, we hebben echt zoveel stuff, jongens. Oh boy, laserogen, laserogen. Ja, health hebben we niet meer nodig. Lemon Party is altijd handig. Soul Hearts, daar zeg ik je nee tegen. Oké, nou, dit loopt wel goed nou. Ik moet je kijken hoe die damage gewoon... Die balletjes die zijn instant leeg. Dat is gewoon poef, leeg. Oh. I have fury! Daar wordt door mijn moeder gelachen. Maar vergeet niet, het is nog steeds een factor van The Binding of Isaac. Gewoon oorspronkelijk. Ik denk dat ik mijn geld heel eventjes ga verbrassen. Gewoon om items te krijgen voor de. Ja, voor hem. Want hij geeft ook nog altijd wel eens leuke dingetjes. Dus laten we hier gewoon heel eventjes zo staan. Als je je level hebt laten zien, dan komen wij allemaal samen een leveltje maken. Leveltjes zijn altijd leuk om te maken. Ik ben nou zelf weer bezig met een leuk level. En die gaat heel erg lang worden. Het is een. Ja, in het begin is het een skip level. En daarna. Ja, ik wil niet te veel van spoilen eigenlijk. Dus. Nou, laten we niet te veel geld verbrassen. Dat is meer dan zat. Ik denk niet echt dat we nog dingen nodig hebben, maar... Ja. Hier, Darkbum, eten voor je. Pak hem. Hey, maar kijk, we hebben zoveel soulhearts, we kunnen ze nog niet eens meer oppakken. Echt serieus. Bully, bully. Je bent geen sneeuwpop, maar toch een bully. En hoeveel sleutels dat we ondertussen wel niet hebben. Oh, boy. Waar is mijn teer? Waar is mijn teer? Ik ga gewoon bij mijn teer staan. Kom maar. Haha. Ik denk dat we gewoon eigenlijk... Oh, dat was niet slim. Dankjewel.
Oh, nee. Ik haat jullie. Komt er met Halloween ook nog een nieuwe Halloween song? Die This Is Halloween was echt leuk. Het grappige is, ja, die Halloween song is inderdaad heel erg leuk. Ik ben blij dat ik die heb kunnen remaken. Het nadeel is, nee, ik kan niet echt een Halloween dinges doen. Omdat ik nou bij zoveel evenementen ben uitgenodigd om dus zeg maar te komen voor Dark Mario in de weekenden. Dat ik dus niet tijd heb gehad om eigenlijk een Halloween special te maken. En de 16 rerolt alles en daar heb ik geen zin in. Want ik ben eigenlijk best wel blij met onze setup. Dus ik ga niet rerollen. Laat je wel alle levels zien die je hebt gemaakt. Misschien. Misschien kan dat wel, misschien. Dus daarom zeg ik ook dat ik het nou alleen stream exclusive doe. En mochten wij dus zeg maar een... mocht ik wat meer levels hebben, dat ik daar echt een complete video van kan maken of zo. Dus oké, evil up. Jij gaat naar het midden toe. Oh, niet jullie. Isaac! Cosmic Mario voor jou, hoor. We hebben Dead Baby unlocked. Dat klinkt eigenlijk nog een beetje verkeerd, maar goed. We hebben de Polaroid, dus laten we daar maar gelijk naartoe gaan. Ja, ik kan niet alles doen helaas, Jappie. Daar heb ik helaas de tijd niet voor. En we hebben Curse of the Lost. Daar ben ik niet echt blij om. En deze muziek. Final boss battle muziek van Partners in Time. Geweldig. Chariot. Oh, dat is wel handig. Kunnen we wel wat mee. Jij bent raar. En dood. En we hebben nog een pil. Speed up. Alsof we nog niet snel genoeg zijn, joh. Oh, moet je onze damage zien, joh. Mensen die staan, die hebben geen kans. Hoi, 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 hoi. Ik weet niet eigenlijk hoe dat we daarop zijn gekomen, maar ja, we hebben sleutels genoeg. Ik hou deze gewoon even aan. Geef mij een hartje. Laat weer omhoog gaan. Ik hoop dat de baas... Oh, nee. Nee, 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 nee. Ik ga gewoon hier staan. Dat kunnen jullie me niet pakken. Lekker puh. Echt, ik heb zo'n hekel aan de Curse of the Lost. Oh, daar kunnen we in. Oh, oké, zijn we hier al geweest? Nee. Wat een grom. Hé, heb jij iets goed voor me? Geef iets goeds. Ik heb geld te veel, dus geef iets goeds. Intussen kijk ik ook nog heel even af en toe naar de chat. Hartstikke gezellig. Deze run gaat op zich best wel goed. Daar ben ik blij om. Wat was dit? Jera! Oeh, die wil ik bewaren voor de laatste kamer die hierna komt. Ik vond Prinses Shroop iets uitdagender, maar Darkstar was ook awesome. Ja, het nadeel vond ik wel bij Partners in Time dat UFO-gevecht. Oh, spoilers! Met dat UFO-gevecht dat je dan zeg maar een instant game over kon hebben. Dat vond ik wel een nadeel. Oh boy. En het voordeel van dit is, het is geen stream... Ja, het is wel een streamserie, maar... het heeft een gesloten eind, zeg maar. En Paper Mario, die had elke keer een geopen einde van... Ja, in de volgende aflevering. En het probleem was, voor stream heb je daar weinig... Ja... Volgende week zou ik misschien bij wijze van spreken niet kunnen streamen. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Maar als dat niet kan, dan hebben jullie tenminste nog wel de video's op YouTube. En ja, geen open eind, zeg maar. Dan hebben jullie toch wel een beetje een gesloten eind. Dus daarom heb ik ervoor besloten om dus niet, zeg maar, voor een echte, volle, volledige stream weer te gaan voor een serie of zo. Dus zoiets als dit, dat kan. Boom. Mag ik alsjeblieft naar die baas toe, jongens? Want ik loop hier alleen maar rondjes en ik poon hier alles wat ik zie. En blue shells. Ik hoop dat de touwler daar nog steeds last van heeft. Ook al ben ik niet meer bij Mario Kart. Mario Party om mij nou. Moeten we ook een keertje doen. Gewoon een keertje met z'n allen. Small rock! Extra damage! Nice. Ik hou van extra damage. Als we nou de cricket body vinden... Oh, dan zijn wij echt... Dan zijn wij OP...
Hallo. Ik kom u heel eventjes vernietigen met een hele langzame, trage, dodelijke bal. Omdat heel veel mensen dat irritant kunnen vinden. En daar hebben we in het begin met streams hebben we daar klachten over gehad. Dus all caps lock, liever niet. Ik hou liever de Jera Rune. Hallo. Nou, wij gaan heel eventjes daar staan. We doen eventjes een damage rupje erbovenop. Zie zijn schade, joh. Echt serieus. Zie hoeveel schade dat hij wel niet krijgt. Oh boy. Mario met vleugeltjes. Oh, ik blijf hier staan. Kom op, we hebben hem bijna. Auw. Waar is mijn teer? Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oké, we hebben hem. Mooi. Dit is trouwens ook de manier hoe dat je de D6... hoe dat je de D6, zeg maar, unlockt. Dus voor de mensen die het zouden willen weten. Oké, dit is de kamer waar ik de Jera Rune voor heb wou gebruiken. 8 kistjes die allemaal een item gaan bevatten. Dat is alleen maar leuk. Even kijken, hebben we leuke dingen. Ik zie Minimush. Ik heb geen idee wat een kroontje is. Deze is wel handig, Rotten Baby. Fear Shot, maar dat hadden we al. We hebben hier Spectral Body. Toxic Splash Damage, maar dat denk ik niet dat er nou een effect heeft aangezien dat... nou ja, hij is beter te zien. Piggy Bank. Dat is wel handig, aangezien dat we... Wat is dit dan? Cosmic Spirits, oh, Be Reborn. Dat is Lazarus... ja, daar hebben we eigenlijk weinig aan. En Send Out Shockwaves. Ja, die laat ons een scheet laten. Oké, nou, die hebben we dus niet nodig. Oké, op zich wel hele goede items. Even kijken, want echt, de chat die is drukker dan normaal. Ik vind het geweldig. Even kijken. Oké, geen probleem en geen sprems even zeg. Ga je ooit een Crash Bandicoot Let's Play maken? Ben ik wel van plan. Weet iemand hoe je dat hi op YouTube vindt? Nou, gewoon door de serie te zoeken. Drink jij op dit moment limonade? I have turtles! Wie kent Midbus? Ik, want hij is van Bowser Inside Story. En Midbus vond ik zelf eigenlijk een beetje een ja, niet echt... ik vond hem niet echt een interessant karakter. Ik vond hem echt een... ja, wat hij ook moest voorstellen in het spel. Een Bowser Ripple. Dus... ik vond hem een beetje teleurstellen. Wow, hier hebben we de 3 van de gekken. Trouwens, grappig idee... grappig feitje. In Mario & Luigi Superstar... de allereerste van de Game Boy Advance... daar kwam Vafel al in voor. Alcohol. Heel af en toe op feesten. Maar voor de rest niet echt. Dus... het is niet goed voor je, ik krijg er koppijn van, dus niet echt. Ik ben er niet echt een fan van, laat ik het zo zeggen. Ah, meningen verschillen, ik vind hem zelf vind ik hem echt, Bommetje erbij, Mr. Mega, extra damage voor onze bommen. Nee, jou wil ik niet oppakken. Kom op, geef eens wat kistjes. Ward. Nou, we zijn super snel, dus op zich... houden we onze snelheid dan nog wel goed en zitten we weer op full health. I have fury, I have turtles! Waar is mijn... oh, daar. Oké. Zitten jullie nou allemaal naar boven te campen? Serieus, jongens? Ik weet dat jullie bang voor me zijn, maar jullie hoeven daar niet zo op een kluitje te gaan zitten. Oké, die is verslagen, die is verslagen, die is verslagen, die is verslagen. Nog meer sleutels, die heb ik niet nodig. Valfall vind ik geweldig. En ook het feit dat Fafel eigenlijk een beetje een easter egg is in de Mario en Luigi Partners in Time. Tot hij daar degene is die de bonen verkoopt alleen maar aan de Baby Brothers. Dus aan Baby Mario en Baby Luigi. Dat is gewoon hilarisch. Dat is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk verzonnen. Dus maar niet te vergeten hoe Toads World ook eigenlijk helemaal hilarisch is constant in die spellen. Haf, asje. Ja... ondertussen in het spel zijn we alles aan het ponen. Omdat we hebben hier gewoon overal de kans voor om alles te ponen. En oh, jij denkt eventjes gewoon weg te kunnen vliegen. Ja, en toen stond je daar met je puppy-oogjes. Wat doe je er tegen? Helemaal niks. Bouw.
in plaats van een change-up is dat een Changella of zo? Ik weet niet, was dat nou echt een officiële naam voor? Voor een vrouwelijke change-up? Dat is een trickje. Ciao ciao of zo? Ik vind het niet echt prettig dat ik geraakt ben door jou. Ga heen. Hankman, niet nodig. Ga jij even iemand anders pesten? Ah, we hebben nog held zat. Heb jij nog iets voor mij? Een bommetje, dankjewel. Ach, kijk nou, daar is hij weer. Ik snapte nooit hoe je die steen bovenop de vulkaan moest verslaan. Ja, die was best wel een interessante baas. Ik moet zeggen, Partners in Time, Dream Team Bros, dat zijn mijn favorieten. Bowser's Inside Story, ik ben hem weer... ik heb hem laatst weer een keertje zitten te spelen. En ik vond hem een beetje... Blue Baby, doen we nog wat? Of ik bedoel, Cosmic Mario, we vechten tegen onszelf. Dat was eigenlijk best wel hilarisch. Nou, dit is eigenlijk een level geweest. We hebben gewonnen. En we hebben Fate hebben we unlocked. Nou, dat is alleen maar gunstig. Dus, jongens, niet vergeten, we gaan... Ik ga naar mijn microfoon, dat is niet nodig. Jongens, we gaan heel eventjes nou afsluiten. Dus zeg alvast, houd op YouTube. Dus, ja... Dank jullie wel voor het kijken naar deze tweede livestream sessie. De volgende livestream, hou Facebook ervoor in de gaten. Of ik zeg het in een YouTube video natuurlijk, zoals altijd. Maar ik denk dat ik het ook wel op Facebook aan zou geven. Dus ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Heb je de livestream kunnen missen, dan kun je hem altijd zeg maar, ja, nou weer op YouTube terugkijken. Leuk dat jullie keken. En ja, met dat ga ik het laten. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Ik wacht op de chat. Wacht op de chat. Dag! Doei YouTube! Doei!